Ah, hallo collega's, ik ben Reina. Er verandert veel in de zorg. Ik voel me soms best onzeker, dat hoor ik vaker. Maar ik zie ook kansen. Ik ben nu met iets heel leuks bezig. Kijk, hier. Ik liep ermee rond en ik heb het gewoon bij mijn manager neergelegd. Die zei: Probeer het, doe maar. Ik weet niet of het werkt, maar ik vind het op het eerste gezicht een goed idee. Ik had niet verwacht dat ik die ruimte kreeg. Ik stop het in deze kast, dan kunnen jullie het allemaal zien. Ik ben gewoon begonnen en heb het uitgeprobeerd. Toen kwam ik er snel achter dat ik het toch wat anders moest doen. Gelukkig had ik niet eerst een uitgebreid plan gemaakt. Die tijd heb ik beter besteed. Een collega van een ander team heeft me trouwens goed geholpen. Hij had al eerder zoiets gedaan. Het lag hier in de kast. We raakten aan de praat en toen hebben we nog een paar dingen veranderd. Nu is het idee echt beter. Ik was ook nog met een ander plan bezig, maar dat werd niks. Gelukkig ben ik op tijd gestopt. Ik heb het nog wel, al werkt het niet, maar misschien heb jij er wat aan. Dus ik stop het hier in de kast, voor het geval dat. Mijn collega's doen het anders. Zij lezen meer, doen een workshop of zoeken het uit op internet. En ze halen andere dingen uit de kast. Dat werkt voor hen het beste. Het positieve is dat ik me nu vrij voel om initiatieven te nemen, dingen anders te doen. Weet je, ter inspiratie laat ik je de volgende keer zien hoe we het hebben gedaan. Maar nu ben ik vooral benieuwd naar wat jij wil doen. Laat het weten op ladekastje.reinaarden.nl